Goedenacht. De eerste overwinning van de boer-burgerbeweging is binnen met bijna 39,4% van de stemmen in Winterswijk. Grote verliezers zijn Forum, het CDA en de VVD. Een historische dag voor de BBB die in Gelderland stevige voet aan de grond zet. De reden voor een feestje in Badmen. Deze keer is het de beurt aan BBB-voorvrouw Caroline van der Plas om te dansen. Niet op een tafel, maar op het podium. De uitslag waarin haar partij de grootste is, komt echt als een verrassing. Echt, het is echt zo'n bizarre avond. Die peilingen die dinsdag uitkwamen van 1 Vandaag, die waren al echt, dat we dachten, oh wow, in 4 weken tijd, 4 zetels, Eerste Kamer erbij. Maar wat er vandaag is gebeurd, dat had hier niemand gedacht dat zo zou gaan. Als mensen geen vertrouwen meer hebben in de politiek, dan blijven ze thuis. En vandaag hebben ze laten zien dat ze niet meer thuis willen blijven. Ja! Ze willen hun stem. Het lijkt erop dat de BBB ook in Gelderland de grootste gaat worden. En dat betekent dat er ook een andere wind gaat waaien als het gaat om het stikstofbeleid in onze provincie. Ik denk dat de provincies gewoon echt nu ook een hele duidelijke stem kunnen laten horen met ons erbij. Van weet je, het onteigenen is gewoon no-go. Dat gaan we gewoon niet doen. Ja, dan gaan we terug naar het provinciehuis in Arnhem. Daar waar alle politieke partijen al de hele avond aanwezig zijn. Daar is ook verslaggever Rick Kapitein. Ja Rick, er zijn nog niet veel uitslagen binnen, maar er tekent zich duidelijk iets af. Nou, dat kun je wel zeggen. Ik sta in het provinciehuis. Hier gaat het inmiddels langzaam leegstromen, want onze live-uitzending zit erop. Maar, zoals je al zegt, er tekent zich wel duidelijk iets af. We hebben het Caroline al horen zeggen. Een gigantische overwinning voor BBB lijkt ook in Gelderland op komst. En ja, als je het over BBB hebt in Gelderland, dan heb je het over Rick Loeters, onze lijsttrekker. Ik vind het heel mooi dat jij zegt onze lijsttrekker. Van jouw lijsttrekker. Van Gelderland uiteraard. Ah, ja. Van mij, daar zeg ik niks over. Maar meneer Loeters, ja, ik hoor hier allemaal al gejuich, gejoel. Hoe staat u erin? Ja, dit is fantastisch. Dit hadden wij niet kunnen dromen toen we aan deze reis begonnen. Maar het zegt wel genoeg. Wat een luid gejuich hier. Ja, op deze manier kunnen we u bijna niet verstaan. Meneer Loeters, toch, ja, u had het niet kunnen verwachten, nee. Maar toch, hoe staat u nu? Ja, als een trotse man lijsttrekker voor dit geweldige team. En ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik wil de kiezers nu al bedanken voor wat er gebeurd is. Alle vrijwilligers die voor ons gelopen hebben, fantastisch. Ja, dat mag natuurlijk, maar we hebben mevrouw van der Plas zojuist horen zeggen, BBB moet meeregeren in Gelderland. Wat gaat dit betekenen voor het stikstofbeleid volgens u? Zolang de wet nog 2035 is, blijft dat 2035. En volgens ons moet dat ook zo blijven. Dus het jaartal 2035 is voor ons een must. Net als het een must is dat er geen gedwongen opkooponteigening van boeren komt. Dat is niet heel anders dan het nu is. Nee, klopt. Dat gebeurt nu in Gelderland. Maar landelijk hopen we dat er nu natuurlijk ook wat gaat gebeuren. Want ik denk dat ze in Den Haag ook zien, want laten we eerlijk zijn, een heleboel stemmen komen vanwege de onvrede vanuit Den Haag. Dus Den Haag moet nu ook wakker worden en zien wat er in het land speelt. Dat is heel veel. Dit is ongekend dat er om 9 uur 's avonds nog rijen van een half uur tot een drie kwartier voor de stembussen staan. Dat moet genoeg zeggen volgens mij. Nou, het is in ieder geval duidelijk. U bent ontzettend blij. U sorteert voor om mee te gaan regeren. Ja. Ja, de echte uitslagen, die zullen natuurlijk nog komen de rest van de nacht. Morgenochtend, dan horen we hier bij Omroep Gelderland wat de definitieve uitslagen zijn. Dan kunnen we u veel meer vertellen. En dan weten we ook hoe groot de overwinning van BBB daadwerkelijk is. Rick vanuit Arnhem, dank je wel. Ja, en hiermee ronden we dus de berichtgeving over de Provinciale Statenverkiezingen op televisie af. En de laatste ontwikkelingen ziet u op onze site gld.nl en in onze app. Bewoners van 23 appartementen in Ede kunnen niet meer terug naar hun woning na een grote brand eind van de middag. De schade is enorm. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit. De brand aan de Van der Hagenstraat werd rond 4:15 gemeld. Er ontstond een enorme vuurzee waarbij de vlammen uit het appartement sloegen. Een deel van de flat werd daarop ontruimd. Tientallen bewoners moesten de flat verlaten en er was uiteraard flink schrikken.
Nou ja, ik was boodschappen aan het doen en toen kwam ik de winkel uit en toen hoorde ik allemaal brandweersirenes. En toen heb ik op internet gekeken wat er precies aan de hand was. Toen bleek het dus in mijn flatgebouw te zijn. Dus toen ben ik heel snel deze kant op gekomen. Want ik dacht van, het is toch niet mijn woning. Want ik was erg geschrokken. Ja. De bewoners zijn opgevangen in een naastgelegen basisschool. Wanneer ze weer terug kunnen is niet bekend. Een 55-jarige man uit Utrecht is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het runnen van een drugslab in Beest. Door een productiefout kon het lab vorig jaar ontploffen. Zo zag het eruit toen een enorme ketel waarin 300 liter vloeibare drugs paste door het dak werd gelanceerd. Dat gebeurde na een enorme explosie. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij de brandende loods vervolgens direct verliet zonder hulp in te schakelen. Een opmerkelijke actie van de burgemeester van Zevenaar. Lucien van Riswijk deed namelijk alle 24 stembureaus in zijn gemeente aan. En dat was niet zomaar een tocht. In totaal liep de burgemeester 57 kilometer. Met recht een prestatie dus. Iets na 9 kwam hij aan bij het laatste stembureau in Spijk. En dat was eigenlijk net na de officiële sluiting. 3 minuten te laat, het is gesloten stembureau. Maar je bent toch welkom hoor. Ja, we hebben ons een beetje verlopen in Lobith. En als we die 2 minuten niet ergens aan het draaien waren geweest, dan hadden we het waarschijnlijk binnen de tijd gehaald. Dus dat, ja, daar baal je van. Maar jongens, 57 kilometer heen, het is meer dan genoeg. Op nummer 1, storm. Het is Tiel gelukt om een nieuwe flipje te vinden. De vacature stond al een tijdje open. Na een spannende auditie is Storm Giesheimer uit Waddenooyen verkozen tot het nieuwste Tielse fruitbaasje. Ik ben eigenlijk een vrolijke flipje die graag op mensen afstapt en een praatje maakt en graag bij evenementen is en vrolijk is. Goed nieuws voor de Gelderse dorpen, want de provincie sluit steeds meer dorpendeals en investeert daarmee in projecten die de leefbaarheid in het dorp vergroten. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Er valt iets te vieren in Hellouw in West-Betuwe. Overheden en dorpsbewoners sluiten een deal. Gemeente en provincie komen met ruim 2 ton over de brug. Er moet hier nog over de bestemming gepraat worden, maar in het dorp leven al zeker wel ideeën. We hebben natuurlijk al wel wat ideeën over bijvoorbeeld een educatieve tuin, de fysieke inrichting, sporttoestellen, zodat hier ook de jongeren activiteiten kunnen doen. Hier in Heteren hebben ze al ervaring met het dorpendeal, want dit pand is meer dan een bibliotheek. De huiskamer ging 4 weken geleden open met de broodnodige steun van een dorpendeal. En nu hebben we een huiskamer waar ook een bibliotheek is die in het kloppend hart, zoals wij dat noemen in Heteren, aanwezig is. In Hellouw hebben ze nog een zoektocht te gaan. De gedeputeerde heeft er alvast voor getekend. Waarvoor? Daar moeten de inwoners nog even op wachten. Eigenlijk was het bij de lancering van het lied al geen goede tekst, geeft Benny Jolink nu toe. De bekende Achterhoeker en zanger van de band Normaal heeft een nieuwe tekst geschreven op het lied De Boer is Troef uit 1983. Met kinderwagen en fietsen kwamen ze bedelen een spek. Maar tijden ben veranderd en de boer bleef op zijn plek. De boer is troef. De echte kenners hebben het al gehoord. Er mist hier iets. Op fietsen zonder bende kwamen ze iets gooier in een spek. De EEG trapt ons weer terug, maar de boer die is niet gek. De EEG trapt ons weer terug. Waarom moest dat eruit? Omdat het niet waar is. Ze hebben miljarden subsidies vanuit de EEG ontvangen in de loop der jaren. Dus de EEG was alleen maar gunstig voor de boeren. Maar ooit in 1983 natuurlijk wel deze tekst in dit lied geschreven. Ach ja, een tekst schrijf je op om iets te zingen te hebben. En ik wou helemaal voor die boeren, mijn bijenopa's zijn boeren, wij maakten boerenrok. Benny Jolink, de man die nu misschien nog wel meer dan ooit zingt wat hij denkt. Want luister naar zijn toegift. Poetin is een klootzak, Poetin is een klootzak, Poetin is een klootzak. Enzovoort. Ja, dat is een duidelijke boodschap. Dan nog het weer. Het was een mooie zonnige dag en daar genoten deze ooievaars van.
blijft vannacht droog. Het kwik zakt richting het vriespunt. Geleidelijk neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En het kan aan het einde van de nacht al een beetje gaan regenen. De regen houdt morgen vroeg aan. Maar in de middag is het droog en breekt de zon door. Bij een matige zuidenwind wordt het 11 tot 13 graden. Vrijdag wordt het nog een stuk warmer met zo'n 17 graden. Het is dan wisselend bewolkt met kans op een bui. In de loop van het weekend neemt de kans op regen verder toe. En tot zover deze uitzending op onze site gld.nl en in onze app Meer Nieuws. Voor nu of straks, welterusten.